Goedenavond en welkom bij In de Balie en bij Publieke Intellectuelen. En vandaag in het staartje van het Louis Couperusjaar gaan we het hebben over misschien wel de meest belangrijke schrijver die Nederland ooit gekend heeft. En de programmareeks Publieke Intellectuelen, daar vragen wij hier als Balie-redactie, kijken we naar belangrijke 20e eeuwse intellectuelen, naar schrijvers, denkers, dichters. En daar zoeken we dan een eigen tijdsdenker, dichter, schrijver bij. Nou, die hebben we gevonden in de vorm van Ellen Dekwiet. En dus we gaan zo meteen luisteren naar haar reflecties over Louis Couperus. Maar omdat het publieke intellectuele is, wil ik toch heel eerst even bij het publiek beginnen. Ook een beetje om te peilen of het preken voor eigen parochie wordt vanavond. Of dat we toch een beetje kunnen evangeliseren over het werken van Couperus. Wie van jullie heeft er nog nooit een boek gelezen van Couperus? Wat fijn. Nou, hopelijk gaan we je vanavond overtuigen dat je dat moet doen. En wie van jullie hebben er meer dan 5 boeken gelezen? Oké, kijk. En van de veel lezers hier, is er iemand die een pitch wil houden over welk boek het beste is? In 3 zinnen? Ellen mag niet, die mag zo meteen. Nee? Nou, dan gaan we naar Ellen luisteren, die namelijk heel veel goede gedachten hierover heeft. Mag ik een warm applaus voor Ellen Dekwiet? Dankjewel, Veronica. Ik kijk even naar Robin. Test, dubbeltest, zijn wij aan. Hallo allemaal, we worden ook gelivestreamd. Dat nog meer mensen wereldwijd onze liefde voor Louis Couperus kunnen meekrijgen. En na deze avond hopelijk overgeïnformeerd, maar vooral geïnspireerd zullen zijn om zijn oeuvre weer eens ter hand te nemen. En wat heerlijk dat er net al een flink aantal vingers omhoog ging betreffende de vraag of er mensen hier waren die zijn werk hadden gelezen of minstens 1 roman hadden gelezen. En het is nu het Louis Couperusjaar. Althans, we staan erbij stil dat het een eeuw geleden is dat de grootmeester stierf. Maar, en ik weet niet of u die grap ook al de afgelopen weken een beetje heeft gehoord, het is om de paar jaar Louis Couperusjaar. Dan is hij 95 jaar dood, of dan is het 100 jaar geleden dat hij werd geboren, en ga zo maar door. En eigenlijk heb ik daar vrij weinig bezwaar tegen. Het is toch heerlijk, jongens, dat je gewoon om de zoveel jaar weer bij deze fantastische auteur helemaal stil mag staan en zijn werk mag bewierroken. En wat mij daarbij extra ontroert is niet alleen het feit dat er in vorm van bijeenkomsten zijn nalatenschap uitgebreid wordt gevierd, of door voordacht. Simon gaat straks daar natuurlijk ook weer even een mooi voorbeeld van ten beste geven. Maar ook qua publicaties. Zo is er een aantal herspellingen geweest van zijn werk. Dus waarbij het woord zo niet meer met dubbel O wordt geschreven, maar met eentje. Dat is toch wat rustiger voor het oog. Het oog met 2 O's. Maar bijvoorbeeld ook hertalingen. Uitgeverij De Kleine Uil uit Groningen heeft een fantastische hertaling van Oude Mensen en de Dingen die voorbij zijn, uitgegeven door Michelle van Dijk. En uitgeverij Het Moed heeft een prachtige, ik kan niet anders zeggen, prachtige publicatie gemaakt van Extase. Ik weet trouwens niet, ik kijk even, Simon, jij weet dat. Oh, jij bent van uitgever. Complimenten voor die uitgave. Het is echt oogstrelend. Alsof ik mijn ogen heb gewassen met oestrogeenzalf. Wat zeg je? Ja, maar dat wordt je vergeven. Hij ligt daar op tafel, lieve mensen. Maar goed, dit was het reclameblok. Laten we het gaan hebben over Louis Couperus zelf en al het goede nieuws. Goede nieuws nummer 1. 100 jaar na zijn dood wordt hij nog steeds gelezen. En is er nog steeds flinke aandacht voor hem. En dat terwijl, dat vind ik toch grappig om te vermelden, hij zelf in der tijd geloofde dat de roman aan zijn laatste ademtocht bezig was. Ik ben overtuigd, vertelt hij in zijn ook prachtige essaybundel De Zwaluwen Neergestreken uit 1911. Ik ben overtuigd, schrijft Louis Couperus, dat binnen niet al te lange tijd, laat ons zeggen binnen een eeuw, er geen romans meer geschreven zullen worden. Ja, hij had buiten Leonard Pfeiffer en zijn schrijft heeft gerekend, maar hij vervolgt daarbinnen, binnen datzelfde essay, dat zijn kennissen en familieleden zelf niet eens zijn romans lezen en dat zijn vrouw Elisabeth ze slechts uit beleefdheid doorneemt. En tenslotte geeft hij toe dat hij zelf eigenlijk ook geen romans meer leest. En
Een verklaring voor deze ontlezing geeft hij niet. Het gaat hier vooral om beklagen in plaats van verklaren. Maar gelukkig worden er nu meer dan een eeuw zijn romans nog steeds gelezen. En is zijn oeuvre ook de afgelopen decennia door speciale uitgaven, tentoonstellingen en het lichaam van Pleunitouw nog steeds in de schijnwerpers gezet. En toch merk ik zelf dat je constant weer voor zijn werk de barricade op moet. Ja, hij wordt nog steeds gelezen, maar toch moet je telkens weer het voortouw gaan nemen. En ik heb hier eerder in NRC ook over mogen spreken. En mij is toch een beetje het gevoel bekropen dat er in ons land een soort couperenspook heerst. Dat is een bundeling vooroordelen en aannames ten opzichte van deze auteur en het werk. En om een voorbeeld daarvan te geven, ik sprak een tijd geleden met een club studenten, eerstejaars Nederlands. En ik zei van, goh, hebben jullie al lekker couperens gelezen? En toen zeiden ze, nee, duf, achterhaald, truttig. En in een klein gesprekje achteraf bleek dat ze geen enkele roman van hem hadden gelezen. En dan doet je de vraag op reis, hoe komen die vooroordelen de wereld in? Daar ben ik nooit achter gekomen. En ik weet zelf ook niet of Couperus ooit van dit nuffige imago zou afkomen. Maar het geeft ons fans en mensen hier in de Bali vanavond ook weer iets te doen. En dat is ook wat waard. En ik moet toegeven dat toen ik deze studenten sprak, ik zelf aan het twijfelen sloeg. Ik bedoel, ik herlees het werk van Couperus om de zoveel jaar. Maar het is mij ook wel eens met andere schrijvers overkomen dat je ze herleest en dat het dan toch niet meer zo goed is als je herinnerde. Dus begin dit jaar ging ik toch met angst en beven weer de boeken herlezen. En al lezen daagde gelukkig niet alleen het besef dat zijn werk nog steeds meeslepend, betoverend, grappig en schokkend is, maar ook dat Couperus zijn werk heel goed aansluit op de wereld waarin wij ons momenteel bevinden. En het enige dat archaïs aandeed was, los van de etiketten, natuurlijk de spelling en de kostumering, maar de inhoud van veel van zijn werken, van zijn historische romans, Haagse romans, tot zijn Indische romans, deed ook echt actueel aan en, belangrijker nog, urgent. Dat komt eigenlijk allereerst, en nu ga ik wat meer vanaf het papier lezen. Dit was mijn uit het hoofd gedeelte, dus nu kunnen jullie gewoon lekker op je mobiel gaan. Even een grapje. Dat komt eigenlijk allereerst dat het werk zo urgent voelt, omdat de mens wiens geest Couperus met precisie ontleed in zijn werk, natuurlijk niet zo snel verandert. Zelfs niet in zo'n hectische eeuw als degene die we de afgelopen eeuw erop hebben zitten, valt het nog mee. Want anno 2023 zijn we nog steeds even bang voor eenzaamheid en verval als bijvoorbeeld Eline Vere. En zijn we nog steeds even gevoelig voor status en reputatie als bijvoorbeeld de bitch Adolfine uit de Boeken der Kleine Zielen. Maar bovenal is de mens nog steeds bezig met een poging tot zingeving. Een poging tot zingeving in een wereld waaruit het grote, verbindende verhaal echt is verdwenen. Veel personages van Couperus zijn dus op zoek naar iets dat hun bestaan minder leeg maakt, minder chaotisch, minder overrompelend. En het tragische is dat hun werk en hun wereld betekenisloos is. Iedereen in de romans van Couperus probeert een doel te vinden, een juiste manier van leven, maar niemand die het echt lukt. Neem bijvoorbeeld de goed geluimde, maar toch wat starre Otto van Oudijk uit De Stille Kracht. Couperus schrijft over hem dat hij het mysterie ontkent. Otto gelooft eigenlijk alleen in het gezonde verstand en negeert daardoor het geheimzinnige, het subtiele en het onuitgesprokene. Het maakt hem stekenblind voor de gebruiken en de behoeftes van de Javaanse bevolking die hij moet besturen, met alle rampzalige gevolgen van dien. En gaandeweg beseft deze Otto dat er zaken zijn die hij nooit zal kunnen begrijpen en legt hij zich neer bij de onkenbaarheid van de ander om de rest van zijn dagen in stille verslagenheid te slijten. Een andere poging tot het vinden van houvast in een overdonderende wereld zien we dat diverse personages van Couperus besluiten te gaan geloven in het bestaan van het noodlot. Meerdere personages zijn er heilig van overtuigd dat alles al vast ligt. Zoals bijvoorbeeld neef Vincent uit Eline Vere, maar vooral de profiteur Bertie uit de tweede roman van Couperus, Noodlot.
Deze Bertie pruilt de hele tijd dat hij geen troetelkindje van het lot is. Maar gaandeweg blijkt dat hij die overtuiging vooral gebruikt als smoes om op de zak van zijn beste vriend te teren, in plaats van zelf eens de handen uit de mouwen te steken. Het noodlot is bij hem geen heilige voorzienigheid, maar juist een self-fulfilling prophecy. Richting biedt het allerminst. En dan zijn er ook nog de helden en heldinnen bij Couperus, die proberen om een levensdoel te vinden in oneindige zelfopoffering. Zoals bijvoorbeeld de arme Addy uit de Boeken der Kleine Zielen. Als kind is hij een soort maatschappelijk werker voor zijn kijvende ouders. Als volwassene wordt hij een mantelzorger voor de hele familie. Men vindt hem unaniem een engel, maar gelukkig wordt hij er niet van. Niets maakt in het werk van Couperus de fundamentele leegte en wisselvalligheid van het bestaan ongedaan. Een moreel zuiver mens, zoals deze Addy, krijgt op lawaai na op lawaai. Iemand als Leonie van Oudijk wordt nooit gestraft voor al haar affaires. Sterker nog, tegen het einde van de Stille Kracht scheidt ze van Otto en gaat ze op zijn kosten de bloemen buiten zetten in Parijs. Terwijl haar voormalige echtgenoot zich dus helemaal blauw betaalt aan alimentatie. En Emile Takma, uit Van Oude Mensen en de Dingen die voorbij gaan, wordt nooit gestraft voor de moord op zijn rivaal. En in diezelfde roman vinden we ook de nare pedofiel oom Anton, die wegkomt met al zijn vergrijpen. In zijn werk maakt Couperus gehakt van ideeën die in zijn tijd dus populair waren, maar die we nu eigenlijk 100 jaar later nog steeds zien. Dat bijvoorbeeld wie degene die de boel lijdzaam ondergaat uiteindelijk toch rechtvaardigheid zal vinden. Of dat er een soort lot bestaat dat je kan manifesteren. Of dat de hele wereld kenbaar is en maakbaar. En dat de mens voor elk probleem wel een oplossing kan bedenken. Couperus schetst in zijn romans een wereld die alles behalve romantisch, maakbaar of rechtvaardig is. Gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn in zijn wereld ficties. Vrede en veiligheid zijn kunstmatige en vooral zeer tijdelijke constructies. En het bestaan in al zijn verhalen wordt vooral gedomineerd door willekeur. Elke poging tot betekenis of zingeving mislukt op de lange termijn. Maar, en dat is nog iets waar we tegenwoordig een voorbeeld aan kunnen nemen, toch worden zijn vertellingen nooit helemaal gedomineerd door cynisme of pessimisme. Nergens oordeelt hij en in een brief aan een vriend schreef Couperus daarover: het komt er eigenlijk zo weinig op aan hoe ik de medemens vind. Als kunstenaar moet het mij oneindig meer interesseren hoe de ander is. Het gaat hem met andere woorden niet om herkennen, maar om zichtbaar maken. Hij gaslight zijn lezers niet met optimisme, noch slaat hij hen om de oren met nihilisme. Al zijn helden en heldinnen proberen de weg te vinden in het leven en lijden soms onder zowel hun goede als hun slechte keuzes. Ze hebben soms weer stom geluk en dan weer domme pech en ze kunnen maar deels iets doen aan hun aard, want zeker in de vroege romans speelt het idee dat je erfelijk belast bent een grote rol, maar je kan ook weinig doen aan de tralies van klasse, geslacht en samenleving. En op een zeker moment merkt Cecile, de heldin uit extase, op dat het haar onmogelijk is om zich echt te uiten zoals ze wil. En dan schrijft Couperus daar het volgende over. Zij wilde telkens andere woorden zeggen dan zij zeiden. Koeler woorden, hartelijke woorden. Maar er was te veel welopgevoedheid in haar. Zij kon het niet doen. Met andere woorden, als keurig opgevoede dame is Cecile niet de baas over haar eigen taal. Steeds weer demonstreert Couperus hoe wispelturig de mens is. Hoe makkelijk hij iemand zonder enige reden opeens aardig of irritant kan vinden. Dat we onszelf allerlei onzin op de mouw spelden om haar cognitieve dissonantie te voorkomen. Couperus maakt dus kortom de mens eigenlijk zo menselijk dat we hem ook weer met mededogen kunnen bezien. En er haast ook weer zoiets bestaat als hoop. Want we weten het allemaal niet. We kunnen het allemaal niet weten over het bestaan. Maar dat maakt het leven niet automatisch verschrikkelijk. Want nog steeds is er veel moois mogelijk. Zoals, ja, natuurlijk,
de romans van Couperus. Die niet alleen beeldende verkenningen zijn van hoe de mens met betekenisloosheid worstelt, maar het zijn ook, laten we wel wezen, heerlijke verhalen vol spanning, seks, moord en mystiek. Er zijn doodenge badkamers. Er zijn plekken waar het spookt. Er zijn psychoses, er zijn familiefetes. Maar er zijn ook heel veel momenten dat je, heb ik althans, er echt heel erg om moet lachen. Een van mijn favoriete momenten is in Eline Veren. Dan beschrijft hij hoe Elines zus, de wat strenge, stoere Betty, zich helemaal opvreet aan haar wat knullige man Henk. En het leven echt niet meer aankwam wanneer hij dan, en ik citeer, minutenlang op zijn ene kopje thee zat te blazen. Je ziet het als het ware voor je. En een nog mooier voorbeeld is dit. In het eerste deel van de Boeken der Kleine Zielen maakt lezer kennis met het zeer vrekkige stel Karel en Cato. Zij houden tegenover de familie vol dat, ik citeer, zij zo eenvoudig aten dat zij nooit iemand onverwachts te eten konden hebben. Maar, voegt Couperus eraan toe, in werkelijkheid smulden zij iedere dag. Dat komt verder niemand te weten, want, en ik citeer weer, daar zij echter vonden dat dit genot zondig was en vooral niet Hollands, spraken ze nooit over dit genot en genoten zij maar stilzwijgend. En de hypocrisie spat er natuurlijk vanaf. Maar Couperus beschrijft die schranspartij zo grappig. Hij zegt ook ergens dat ze het doen met vlijmende wellust. Nou, wanneer doen jullie iets met vlijmende wellust? Fantastisch. Dat je er eigenlijk alleen maar meer om moet lachen. En naast dit lachen is er ook griezelen. Je hebt bijvoorbeeld De Berg van Licht. Een roman die zich afspeelt in de klassieke oudheid. Waar op een gegeven moment bloed kleeft aan den zuilen. Tot een ezingwekkende scène in Noodlot, waarin de uitvreten Bertie, waar we het eerder ook al over hadden, dood wordt geslagen. En op dat moment ben je hem als lezer eigenlijk al zo zat dat je het alleen maar toejuicht dat hij helemaal tot gort wordt gemapt. Maar dan weet Couperus toch op dat moment je blik te kantelen. Want dan beschrijft hij dat tot pulpgebeukte gezicht als volgt. Het ene oog was een vormloos, half gestolde, half liquide vlak. Het andere puilde uit zijn ovale kas als een grote opaal van treurigheid. Het is plastisch, maar het is ook poëtisch. En ik krijg haast door die grote treurige opaal haast weer medelijden met een slachtoffer waaraan ik me de afgelopen 90 pagina's echt dood heb geërgerd. En er wordt wel eens lacherig gedaan over Couperus, dat hij van die Homerische vergelijkingen heeft. Maar toen ik het werk herlas, bleek voor mij dat het constant werkt. En hij weet telkens schoonheid ook zo in te zetten dat het ook iets gruwelijks krijgt. En bij al die romans keert keer op keer dit spanningsveld terug tussen esthetiek en werkelijkheid. En daarbij speelt juist trouwens die hele gestileerde stijl een hele grote rol. Want wat hij doet, je hoort wel eens mensen zeggen dat Couperus, Willem Kloos zei volgens mij over hem, dat hij schrijft alsof hij zijn pen heeft gedoopt in parfum. Dat is natuurlijk super dodelijk. Maar toen ik me door al die boeken heen las, daagt ook het besef dat hij dat niet voor niks doet. Prachtige poëtische beschrijvingen worden in zijn romans namelijk afgewisseld door hyperrealistische dialoog. Om een voorbeeld te noemen, uit die roman Noodlot beschrijft hij een villa in de sneeuw als een nestje in de watten. Super schattig natuurlijk, waarop dialogen volgen tussen de twee hoofdpersonen waarin er wordt gestotterd, allemaal grammaticale fouten zitten, men zichzelf constant tegenspreekt en een taal hanteert die echt boers aandoet, vergeleken met de taal die Couperus gebruikt wanneer hij een huisje beschrijft of hoe iemands hoofd eruit ziet wanneer er net een tractor overheen is gereden. En tegenover bijvoorbeeld andere romans, tegenover de doorvoelde en dromerige monologen van personages als Eline Veren of bijvoorbeeld Constance van der Welke uit de Boeken der Kleine Zielen, vormen al die levensechte dialogen haast een soort dompelbad van stikstof. En hij toont hiermee aan dat er een heel groot verschil is tussen wat de mens denkt en wat de mens zegt. En we, of nou ik althans, hebben het allemaal wel eens dat een gedachte prachtig kan zijn als je hem in je hoofd hebt. Maar als je hem aan iemand vertelt of in je dagboek neerpent, blijkt hij toch vaak
extreem banaal en beperkt. En zo waarschuwt Couperus ons ook door de verschillende verhaalregisters die hij hanteert voor de bedwelmende werking van onze gedachten en voor de bedwelmende werking van taal. En dat inzicht kan je als lezer scherp houden in een wereld die er soms, nou ja, laten we eerlijk zijn, er alleen maar voor lijkt te zijn gemaakt om ons af te stompen, teleur te stellen en te verbijsteren. En tegelijkertijd, juist door alle waarschuwingen voor verbeelding die zijn werk en zijn oeuvre rijk is, en ook alle waarschuwingen voor verbeelding, dat zegt Bas Heijnhoeken in zijn prachtige essaybundel Angst en Schoonheid uit 2014, verbeelding die dreigt om te slaan in inbeelding, waardoor je jezelf constant een rat voor de ogen draait, toont Couperus ook op zijn beurt weer wat de meerwaarde is van fantasie, metafoor en stilering. Want dat maakt allemaal ook immers nieuwe blikken op de werkelijkheid mogelijk. Zet iets waar je al aan gewend bent toch plotseling in een verfrissend daglicht. Couperus, kortom, ontnuchtert en betovert tegelijkertijd. En die combinatie maakt van hem wat mij betreft echt een schrijver van wereldformaat. De romans van Couperus leren ons allemaal tot wat voor fantomen en opiumwolken onze geest in staat is, maar ook tot wat voor wonderen. Hij klinkt als een sprookspreker, maar wie zijn werk goed leest, ontdekt een nuchterheid waar zelfs Caroline van der Plas nog iets van kan opsteken. Couperiaans, kortom, staat voor mij dus niet voor ellenlange zinnen of wollige vergelijkingen, maar voor meestervertellerschap. Hij bouwt zijn verhalen ingenieus op, doseert informatie slim, zodat je continu als lezer achter de feiten aanloopt en nieuwsgierig blijft naar wat het volgende hoofdstuk voor je in petto heeft. Het zijn complete werelden die Couperus ons voorschotelt, niet alleen in filosofisch, maar ook in zintuigelijk opzicht. Als hij bijvoorbeeld, dan ga ik afronden, want als ik eenmaal doorga met voorbeelden aanhalen, dan blijf ik doorgaan. Maar als hij in Berg van Licht, dus die roman die zich in de klassieke oudheid afspeelt, beschrijft hij niet alleen hoe de mode in der tijd in het oude Rome eruit zag en hoe het er politiek aan toe ging, maar ook hoe het bijvoorbeeld simpelweg kon ruiken als je op een marktplein in het oude Rome stond en de mensen verzamelden zich om je heen. Dat beschrijft hij vervolgens als volgt. Wat ruik je dan? Een walm van knoflookadem en uitwasemend zweet dwalmde al op, vermengd met de bitterheid van stof der straten, de sterke cosmetieken van vrouwen. Alle universa die Couperus schept zijn levensecht. Er is nergens een lifehack, een ultiem inzicht of besef dat de boel opeens dus zinvol maakt. Er is geen enkele definitieve verlossing van de onrust. Zo moddert een mens voort en kent hij desondanks ook goede momenten. Zijn er ondanks alles intimiteit, verbondenheid en tederheid mogelijk? En weliswaar vormen deze nooit het definitieve eindpunt van de vertelling en verdwijnen ze meestal even onverwacht als dat ze verschenen, maar toch, ze zijn er. En in het eerder genoemde Angst en Schoonheid stelt Bas Hey dat er in de loop van de afgelopen decennia talloze pogingen zijn gedaan om Couperus onschadelijk te maken. Om hem om te vormen tot een geriefelijk schrijver, een schrijver van vroeger. En misschien dat dat imago werd gewenst omdat men zich eigenlijk geen raad wist met de leegte die onder al zijn interieurbeschrijvingen en theekransjes schuilgaat. En men dus maar de nadruk begon te leggen op de veronderstelde truttigheid of kleinburgerlijkheid van de schrijver. En dat terwijl juist het tonen van het vacuüm onder de taal een van zijn grootste verdiensten is. Zeker voor de hedendaagse lezer. Want zijn personages zijn net zoals wij overgeleverd aan krachten groter dan wij. In een wereld die soms nog steeds even vreed en meedogenloos schijnt. Couperus biedt ons geen doekjes voor het bloeden, maar toont soms met zachte en dan weer harde hand dat het leven meer kan zijn dan alleen het wanhopig proberen te voorkomen van ongeluk of het wanhopig najagen van geluk. Verlies je niet in stomzinnig optimisme, stelt hij, maar ook niet in verlammend pessimisme. Geniet van je mogelijkheden tot verbeelding, maar blijf ook waakzaam. Want als je niet uitkijkt, krijg je zulke hoge verwachtingen van het leven dat de boel alleen nog maar kan tegenvallen, zoals we bijvoorbeeld bij Eline Veren zagen.
En dit alles wat ik nou de afgelopen 20 minuten verteld heb, maakt hem in mijn optiek tot een van de waardevolste schrijvers die we ooit hebben gehad. Hij toont de menselijke geest in al haar facetten. Hij geeft geen oordeel, maar stelt op scherp. Hij waarschuwt voor onze fantasie, haar neiging tot mateloosheid, maar toont ook tot wat voor hoogtepunten ze in staat is. Zijn schrijven vormt daarvoor het sluitende, betoverende en ontroerende bewijs. Leve Louis Couperus. Dat hij nog maar heel lang gelezen, bewonderd en gekoesterd mag worden. Zijn werk verdient het. En de moderne mens ook. Dank u wel. Dat is ook maar hier. Oké. Dankjewel, Ellen. Graag gedaan. Wauw. Wij verdienen het en we gaan nog even door. Dus dat is fijn. Mooi, ja. Over Couperus. Namelijk ook samen met hier bij mij aangeschoven Inge Schilperoort. Ik introduceer je even. Schrijver van het boek Muithond, dat de Bronzen Uil won in 2015. En heel vaak genomineerd werd voor allemaal literaire prijzen. En je tweede roman Het licht in de stad verscheen in oktober 2022. En naast schrijver is ze ook forensisch psycholoog bij onder andere het Pieter Baan Centrum. Dus we hebben hier iemand die ons kan helpen met praten over de psyche. Dat is heel fijn. Maar eerst, Ellen noemt haar essay net, heet Meesterverteller. Was jij ook gelijk gegrepen door de vertelkunst van Couperus? Kun je iets vertellen over je eerste kennismaking met hem? Ja. Ja, ik was op de middelbare school inderdaad een heel groot fan van Couperus. Volgens mij, ik denk dat het De Stille Kracht was die ik als eerste toen heb gelezen. En ik weet nog heel goed dat het op mij op de een of andere manier gelijk greep. Zijn taal en zijn manier van beschrijven, zonder dat ik nou precies kon analyseren waar het aan lag. Maar ik weet wel dat ik het echt fantastisch vond. En ook toen al, ja, nou ja, goed, niet dat het eeuwen geleden was, maar toch eventjes was het volgens mij niet de meest sexy schrijver, zeg maar, om mee rond te lopen. Dus het was ook wel een soort geheime liefde van mij. Ik kan me ook herinneren dat ik in de bibliotheek dan allerlei boeken haalde van hem en dat ik dan heel veel mooie zinnen overschreef in mijn dagboek. Mm. En daarna heb ik vrij lang eigenlijk wel verhalen gelezen van herlezen van hem, maar eigenlijk geen boeken tot voor kort. En nou ja, ook wat Ellen zei is dan toch dat je een beetje bang bent van zo'n jeugdliefde, valt dat dan niet tegen? Maar ik had eigenlijk weer precies hetzelfde gevoel toen ik weer begon te lezen. En dus dat, kun je dat gevoel een beetje omschrijven? Het gaat een soort magnetiserende kracht van zijn taal uit, vind ik, op de een of andere manier voor mij. En de manier waarop hij mensen beschrijft. Ja, het is zo levensecht. En gewoon de psychologie, hoe die beschrijft wat er in mensen omgaat. Het is, ja, ik vind het, het zuigt je echt in die wereld. En ik kan het niet zo goed helemaal pinpointen wat het is, maar nee, je komt een heel eind. Maar voordat we nog dieper op zijn taal ingaan en zijn betekenis nu, wil ik toch heel even terug naar wie hij was in zijn tijd. Ja. Ellen, hoe werd hij ontvangen? Je zei net al dat hij heel veel schreef, dat zelfs zijn vrouw op een gegeven moment afhaakte. Ja, nou weet je, zijn vrouw was ook meteen zijn eindredacteur. En ook, zij vervulde ook een soort secretaressefunctie voor hem, met liefde. Hij is wisselend ontvangen. Hij begon als dichter. Op de middelbare school, alle beta-vakken, daar faalde hij hopeloos in. Maar er was één docent Nederlands, die dacht, deze jongen die kan wel iets met taal. En Couperus begon toen gedichten te
te schrijven die ronduit vreselijk waren. Dat is, daar kan hij niks aan doen. Dat is, of het waren wel zijn gedichten, maar ik hoop, weet je wel, je moet hem ook maar wat vergeven. Die begon hij te publiceren. En volgens mij was het Willem Kloos die over een van die gedichten van hem schreef dat hij op den grond heeft gestampt van den intense lol, omdat ze zo slecht waren. En hij bleef grappig, maar dit was niet op de goede manier. Nee, niet op de goede manier. En nou, dat vond Couperus, die toch een aantal bundels maakte, echt erg jammer. Het was nog een hele jonge vent toen. En toen ging hij een roman schrijven. En hij was erg beïnvloed door andere naturalisme. Emile Zola, terwijl zijn poëzie veel romantischer van de aard was, veel dweepzieker. En toen hij debuteerde als halverwege de 20 was hij met Eline Vere, was iedereen meteen fan. Ook Lodewijk van Dijssel was helemaal dol op zijn werk. En iedereen vond hem een jaar lang fantastisch. En toen kwam Noodlot. En dat vond men verschrikkelijk. Want dat vond een deel van de Nederlanders verschrikkelijk. Want er wordt een dubbele zelfdoding ingepleegd. Toen werd er vanaf de kansels tegen Couperus gepredikt. Nou ja, dan is je hele imago gemaakt. Weet je wel? Een beetje controversie. Een beetje controversie is nooit weg. En in de loop van zijn leven, duistere romans die wij nu bewieroken en fantastisch vinden, dus de stille kracht van oude mensen, langs lijnen der gelijkheid en dergelijke, die zijn in die tijd niet zo goed besproken. Het was een beetje, ja, meh. Want was alles wat hij schreef even goed? Nee, maar de ironie is dat juist deze romans fantastisch, voor ons dan fantastisch zijn. En bijvoorbeeld de koningsromans, die ik zelf niet zo boeiend vind, die vlak voor de stille kracht, vlak voor 1900 schreef, daar was de literaire kritiek veel meer van onder de indruk. En weet je, wat was dan vooral de kritiek? Op, weet je dat? Op, ja, men vond het niksig. Dat is het een beetje. Dus en met de stille kracht. Te realistisch of zo. Ik denk het, maar ook. Ik denk dat bijvoorbeeld een boek als De Stille Kracht, dat in 1900 al waarschuwt hoe Japan en Amerika binnen een halve eeuw de wereld heerschappij willen gaan overnemen. Hoe weet die man dat al? En mensen, ja, het is toch niks. Ja, een beetje vage dingen in worden gezegd. Ja. Dus het was misschien, tja, zijn tijd echt heel erg voorbij. En ook, hij reproduceerde geen clichés van de samenleving. Dus bijvoorbeeld De Stille Kracht heeft hij in 3 maanden geschreven. Terwijl hij bij zijn, die man was productiever dan God. Terwijl hij bij zijn zwager bleef op Java, die daar resident was, geloof ik. En hij was gewoon om zich aan het heen kijken. En hij was aan het kijken van, oh, dus zo werken die machtsverschillen. En hij is ook een van de eerste geweest die oog had voor de meerlagigheid van bijvoorbeeld de Javaanse mensen. Voor Couperus waren het echt allemaal bijna altijd de clichés die voorkwamen. En opeens werden het ook mensen met een donkere kant, een goede kant. Hij heeft zelf van zijn 4e tot zijn 15e ook gewoond in Nederlands-Indië. Was hij een politiek schrijver? Of als je zo zegt van, dat hij ook iets over Japan en Amerika zegt? Nee, maar hij had wel kijk op machtsverhoudingen. Dat zie je natuurlijk in, kijk, waar hij heel goed in was, is intermenselijke machtsverhoudingen. Maar dan vooral op gezinsniveau of hoogstens op, weet je wel, de betere kringen, maatschappelijk niveau. Tegelijkertijd, hij reisde de hele wereld over. Dus hij zou ook wel een antenne hebben gehad voor wat er toen speelde. En wat ik begreep, bijvoorbeeld van een van zijn biografen, die tijd die hij in Nederlands-Indië doorbracht als jonge man en tiener, dat ging vooral op aan toch een beetje de mannenliefde verkennen. En hij had een koetsje met een pony. En dat is natuurlijk ook het einde. Dat gaat heel veel. Dan ga je niet de krant lezen als je een koetsje en een pony hebt. Dan ga je gewoon even lekker rond. En dat engagement. Kijk, hij is nooit een man. Zou het ook wel weten, ja. Maar dat engagement, wat bijvoorbeeld als je kijkt naar Indische schrijvers, wat Edi Peron veel sterker had, maar ook voorganger Multatuli, dat zie je bij hem toch niet zo, vind ik niet zo super sterk. Het zit er implicieter in. Dus hij heeft het heel erg over de ijzeren ketenen van een klassensamenleving in bijvoorbeeld zijn Haagse romans. En hij heeft het over wat populisme bijvoorbeeld doet in een roman als De Berg van Licht, waarin hij dus heel erg beschrijft hoe een massa kan worden opgezweept, maar dat diezelfde massa je even gemakkelijk kan blijven. Daar, voor die dynamiek. Dus dat is meer de politieke dimensie en geëngageerde dimensie van zijn werk. Ja, en jij zei ook, ik lees het voor de psychologie, speelt mij heel erg aan. En Ellen net zegt, die machtsverhoudingen. Wat maakt zijn kijk daarop dan zo bijzonder?
Nou, specifieke machtsverhouding, dat weet ik niet. Maar wat ik zelf zo ontzettend knap vind, is... ik vind ook, misschien is dat ook wel wat ik net zei, dat een soort magnetiserende of zo. Dat is natuurlijk de taal. Maar ook dat ik daaronder heb ik bij hem het gevoel dat er zit zo'n passie en kracht, soort levenskracht, maar ook enorme, denk ik, nieuwsgierigheid naar andere mensen. En misschien, ik weet het natuurlijk niet hoe hij dacht, maar ik kan me voorstellen dat hij heel veel dingen, dat hij zich daar tot op zekere hoogte in kon inleven of zo. Je voelt gewoon dat hij een enorme mensenkennis heeft, maar ook echt op de vierkante millimeter. En dat vind ik zo fascinerend in hoe hij het innerlijk leven beschrijft, hè, van zijn personages. Het is heel, ja, het zijn echt de kleinste bewegingjes, zeg maar, in iemands gemoed en alle nuances. Dat vind ik echt zo bijzonder en zo knap, zonder daar inderdaad op wat voor manier dan ook over te oordelen. Het is echt, ja, hoe hij beschrijft hoe mensen zijn. Gewoon zo zijn we nu nog steeds uiteraard. Dus ik denk inderdaad dat het wat dat betreft vrij tijdloos is. Maar dat vind ik echt prachtig, gewoon inderdaad, hoe hij zo die kleine verschuivingjes, nuances, contrasten binnen iemands persoonlijkheid. En ook vaak, wat ik dan teruglezen bij hem ook, dat mensen hun best doen om de wereld te begrijpen of zichzelf te begrijpen, maar ergens ook machteloos staan, ook ten opzichte van zichzelf. Hè? Ten opzichte van driften die in hun leven, en dat hun eigen ziel dan iets geheimzinnigs is of zo voor hen. Ja, want je bent niet alleen schrijver, maar ook psycholoog. Zoals ik net al zei, zijn die zoektocht naar zingeving, is die herkenbaar nog? Heb je een patiënt of iemand ooit iets aangeraden van Couperus te lezen? Dat zou ik misschien eens een keer moeten doen. Nou, ik werk als forensisch psycholoog. Dus ik werk met gevangenen. Nou ja, niet dat die geen Couperus kunnen lezen, hoor. Maar ik heb nog niet heel veel mensen ontmoet die in de gevangenis Couperus lezen. Maar goed, waarom niet? Hè? Nee. Ik heb nooit inderdaad iets aangeraden. Goed, ik ben ook geen therapeut. Dus ik doe echt. Ja. Ik doe eigenlijk onderzoek naar de psyche van mensen die voor de rechtbank moeten komen over toerekeningsvatbaarheid. Gaat dat? En dan. Ja, dan probeer je natuurlijk ook zoveel mogelijk in iemands hoofd te kruipen en zoveel mogelijk ook te begrijpen wat daar allemaal gebeurt of gebeurd is. Niet alleen aan donkere krachten, maar aan van alles. Eigenlijk het krachtenspel, zeg maar, in iemands hoofd. En dat is sowieso wel wat mij gewoon heel erg interesseert in dat werk en ook in het schrijven en ook in het lezen natuurlijk. Ja, en inderdaad wat Ellen net al zei, van het gaat om het veel meer om het, of het ging hem veel meer om het. Hoe iemand is en niet per se wat je ervan vindt. In kritiek op in ieder geval jouw eerste boek waren mijn reacties ook altijd heel lovend over dat je zo oordeelloos in het personage, in jouw hoofdpersonage kroop. Is dat iets wat je, voel je je verwant met Couperus als schrijver? Nou, dat vind ik wel heel veel. Dat vind ik ook wel een beetje te veel eer vinden, maar inspiratie, waarom? Ja, ik heb dat nooit echt zo expliciet één op één gedacht. Want dit is mijn inspiratiebron. Maar ja, het was wel inderdaad een van mijn eerste liefdes. En ik denk ook dat ik niet voor niks al die zinnen aan het overschrijven was in mijn dagboek en zo. Want ik was toen wel al zelf ook heel erg bezig met schrijven. En ik zou willen schrijven, weet je wel. Dus, ja. Dus het heeft me zeker enorm geïnspireerd. Weet je nog een zin die je hebt overgeschreven? Een citaat wat je als tiener bijbleef? Wat indruk maakte toevallig? Jeetje, nee. Zou niet zo 1, 2, 3... Ik weet wel dat het vaak van die hele lange zinnen waren die inderdaad gingen over wat er in iemands hoofd omging. Dat weet ik nog wel, met inderdaad die soort omslagpunten erin of zo. Van, of die verschillende krachten die elkaar soms tegenspreken, die hij dan ook in één zin kan vatten. En ook wel over eenzaamheid, volgens mij. Ja, dat kan.
daar schrijft hij uiteindelijk natuurlijk ook best veel over. Aan de ene kant wel ook over natuurlijk liefde en vriendschap en verbindenis, maar ook over eenzaamheid. En ja, ik denk dat ik, volgens mij schreef je daar ook veel zin over. Hij biedt ook, ook wel heel vast. Ellen, je schrijft dat Couperus gaslight zijn lezers niet met optimisme, nog slaat hij hen om de oren met nihilisme. Nee. Kunnen we Couperus lezen als een soort life coach? Nee. Want dan ga je weer op zoek naar zin. Ja. Nee, hij waarschuwt ons nog zo. Maar weet je, een life coach is wel, je kan oog houden voor schoonheid. Weet je, dat gaat je niet beschermen. Het maakt je absoluut niet minder sterfelijk. Maar het is tenminste een slinger die we op kunnen hangen. Zoiets. Ja. Is die troostrijk? Daarom? Ja, daarin wel. Dat denk ik wel zeker. En ook dat je toont dat er meer metaal kan dan alleen bij de koffieapparaat automaat vragen hoe je weekend was en niet eens luisteren naar het antwoord van je collega. Dus voor mij wel, ja. En nog, daarna gaan we naar Simon luisteren, maar nog als, waarom was hij wel in staat om verder te gaan dan die taal? Hij omschrijft dat er zoveel mensen niet verder kunnen dan de taal die hun milieu ze gegeven is. Waarom kon hij dat wel? Hoe lukte hem dat? Nou, hij heeft daar wel hard voor moeten werken. Want kijk, nogmaals, bijvoorbeeld als je kijkt naar die gedichten die hij dus in het begin van zijn carrière schreef, dat was alleen maar epigonie. Het nabouwen, het proberen om een sentimentele sfeer te benaderen, maar niet kritisch kijken naar wat de taal doet, welke laag je kan aanbrengen. Ik denk dat hij door schade en schande, en juist doordat hij heel vroeg zijn literaire carrière de ene bitchlap naar de andere kreeg van de tachtigers, dat hij daardoor misschien een extra scherp op werd. En nogmaals, hij heeft dus heel veel gereisd. Hij sprak een aantal talen vloeiend. Blijkbaar was zijn vader een soort van whisky dat hij aan elke jongere een taal makkelijk kon over. En die vader heeft hem in 3 maanden Engels geleerd. Dat je ook denkt, hoe dan? Maar juist omdat hij dus door verschillende talen zich door verschillende culturen en landen kon bewegen, dan ga je misschien ook de relativiteit van dat allemaal inzien. Wat weer ervoor zorgt dat je veel meer open staat voor verschillende invalshoeken en verschillende cognitieve stijlen. Ik zeg maar wat. Ja, vind het een goede poging. Ja. Goed, zeker. We praten straks heel graag verder. Ja. Maar eerst wil ik Simon Mulder, voordrachtskunstenaar en voorzitter van het Couperus Gezelschap, uitnodigen om naar het podium te komen. En hij wordt begeleid door Daan van de Velde. En ze geven een performance van het verhaal De Binocle, uiteraard van Couperus. Hartelijk applaus. Ja, dames en heren, een eer om hier te zijn. Ik zeg altijd maar bij de introductie van dit verhaal, als je maar 20 minuten voor Couperus hebt en je wil iets lezen waar alles in zit, lees dan De Binocle. Ik geef voor de introductie van het muzikale gedeelte het woord eventjes aan onze pianist Daan van der Velde. Dit verhaal, zoals velen van jullie waarschijnlijk weten, gaat helemaal over bezoek aan een uitvoering van de opera Die Walküre van Richard Wagner. En Wagner maakt veel gebruik van leitmotieven, muzikale thema's die passen, horen bij bepaalde elementen uit het verhaal. En dat hebben we ook gedaan in dit verhaal. Muzikale thema's die we zelf hebben bedacht of van Wagner uit Die Walküre afkomstig zijn. En ik zal ze voor u illustreren. Het thema van De Binocle zelf. Het thema van De Walkurenrit van Wagner zelf. Het thema van Het Vogelgezicht. De Kale Schedel. De Feuerzauber. En tot slot het Liebeslied. Thank you.
deze thema's kunt u in verschillende gedaantes straks herkennen in dit declamatorium. Heel veel plezier. Het was ongeveer 5 jaar geleden dat een jonge toerist, Indo-Nederlander, journalist, een fijne jongen, enigszins nerveus aangelegd, zeer zachtzinnig, trots zijn tropisch bloed, in Dresden in de opera, des morgens een biljet nam voor een plaats op de eerste rij van de vierde rang om de Waalkuren te horen. De vierde rang was destijds de rang waar alle vreemdelingen zaten die zich niet de luxe van een loge betaalden. Ja, zelfs zij die dit wel konden doen, prefereerden vaak de vierde rang en dit boven de derde en de tweede, omdat men er zo uitstekend hoorde en zag. Zelfs al groef zich de afgrond der wijde zaal tussen die rang en het toneel. Het was een prachtige dag. De parken stonden in goudbladeren dos. Er dreef een lieflijkheid om te leven door de wijde lucht. En de jonge toerist, in zijn even weemoedige eenzaamheid, was gelukkig door de mooie stad te dwalen, een museum binnen te lopen, ergens te lunchen onder een lauwe bij het zonnekabbelende water van de Elbe. En in hem was de blijde illusie die avond de Waalkuren te horen. Een opera die hij niet kende, hetgeen hij zich verweet omdat hij met Wagner dweepte. Zonder dat hij met iemand, dan met de kellerin en de tramconducteur sprak, verliepen de uren. Hij dronk zijn thee en at er wat bij, want daar de opera zeer vroeg begon, wist hij geen tijd tot dineren te hebben. En toen, tevreden en zacht, stil blijmoedig als zijn aard was, trots nerveuze aanleg en periodieke buien van melancholie, wandelde hij kalm, hij had de tijd, naar het operagebouw. Reeds sloten enkele winkels in de Pragerstraße en was het bedrijf gedaan. En zag hij een opticien zijn bediende wijze de luiken voor het raam te stellen, toen hij bedacht geen binokkel te hebben. Vlug schoot het door hem heen dat de vierde rang, waar hij al eens achter gezeten had, toch wel ver van het toneel was verwijderd. En dat een toneelkijker wel van dienst zou zijn. Tevens bedacht hij dat hij een goedkope dag gehad had en dat zijn plaats maar 3 mark kostte. En toen nu zijn oog bij toeval het uitspiedende van de opticien ontmoette, wenkte hij hem als bij ingeving, verhaaste zijn pas en riep nog op het trottoir: is de zaak al gesloten of kan ik nog een binokkel kopen? Goedmoedig grijnzend knikte de lange magere opticien van ja en noodde binnen in de half geduisterde winkel. En nauwelijks was de toerist binnen. Of het doorflitste hem dat hij verkeerd deed en beter zou doen de winkel te verlaten, omdat het gezicht van die winkelier een onbehagelijke vogeltronie geleek. Maar deze flits was zo snel, ongemotiveerd en vaag, dat het geen logisch bewustzijn werd. Daarom bleef de jonge man en hernam: dan zou ik wel gaarne een toneelkijker willen hebben, een eenvoudige, niet te duur. De opticien toonde er enige en wees prijzend de fabrieksnaam der glazen. Deze is zo klein, meende schuchter het jong mens, dat zelf klein en tenger, van grote afmetingen voor gebruikszaken hield. Onbewust menende te imponeren door een grote zakdoek of handschoenen die hem te wijd waren. Neemt u dan deze? Prees de winkelier aan. Dat is meer een kijker voor wedrennen, lachte de toerist. Hij is wat zwaar ook. Hij keek er even door, draaiend tot de glazen gericht waren. Hij zag er heel duidelijk door in de straat. Hij bevalt me wel, zei de toerist. Hoeveel kost deze kijker? De prijs viel niet mee. Kocht hij de kijker, dan had hij een dure dag. Maar hoe helder brachten deze glazen niet het straatperspectief hem voor ogen. En nu goed dan, zei de toerist. Ik neem deze kijker. Hij betaalde en ging met de kijker in de etui. Nu moest hij zich haasten.
Plotseling bedacht hij dat hij dat vogelgezicht van die opticien werkelijk onbehaaglijk had gevonden. Maar zette die dwaze afkeer van zich. Wel meer had hij die vreemde antipathieën, sympathieën ook. En ze maakten soms het gewone leven wel lastig. Nu repte hij zich. Daar was de opera. Daar stroomde reeds het zwart silhouetterende publiek over het avondplein de wijde verlichte ingangen binnen. Nerveus, hoewel hij wist dat hij niet te laat was, repte hij zich. Wipte luchtig de vele trappen op tussen het moeizaam stijgen der anderen en vond spoedig zijn plaats op de eerste rij. En zette zich, in blij vooruitzicht, muziek te genieten. Hij nam de binocle uit de etui en plaatste beide voor zich op de brede richel. Naast hem, links en rechts, achter hem werden de plaatsen snel ingenomen. Het liep vol als steeds. Beneden ook vulden zich de rangen der loges de zaal. Plotseling bedacht de jonge man dat de binocle kon vallen in de nu donker geschemerde zaal en nam op de knieën de kijker. De voorstelling begon, in vrome aandacht en wijding om Wagner. In de grote, volle zaal was, behalve der muziek immense vergolving, nauwelijks geluid en beweging, nauwelijks een kuch, een hand die een kijker beurde. Ook de jonge toerist richtte zijn kijker om Siegmund, wiens stem hem zalig doortrilde, nader tot zijn blik te brengen. Plotseling, door zijn genot heen, flitste het door hem dat de zaal van daar bovenaf beschouwd als een afgrond was en de kijker zwaar. Op hetzelfde ogenblik waaide verderaf een programma naar beneden. Het leidde hem af. Hij zag het programma fladderdalen en neerkomen op het grijze gekapte hoofd eener dame, wier hand het programma als een vogel nu greep. Naast die dame zat een heer met blinkend kale schedel. Maar Sieglinde bekoorde weer de aandacht van de jonge toerist. De witte, blonde Germanendochter boeide hem. Nam geheel zijn de zich overgevende ziel gevangen in tover van zang. Aandoenlijk poëtisch vond hij haar met Siegmund samen in Hoendings hut. Zwaar boog hem de kijker op de knie. Weer zette hij de binocle op de richel waarboven als een dubbel torentje de zwarte kijker uitstak. En stond daar toch veilig genoeg. Toen, bijna in humoristisch bedenken, de jongeman vooroverboog om te zien wie juist beneden hem in de zaal zat en op wie de kijker wel neer zou komen, mocht hij vallen. Het was een bijna ondeugende nieuwsgierigheid, bellende om de snelle bedenking van een bijna niet mogelijke mogelijkheid. Want nu hij eraan gedacht had dat de kijker kon vallen, zou de kijker immers niet vallen. Hij zag niet duidelijk wie er daar zaten, vlak loodrecht onder hem. De zaal was er zeer verdonkerd. Maar juist om dat donker, waarin de omtrekken der toehoorders doezelden, zag hij weer duidelijker daar ginds de reeds opgemerkte duivengrijze dame die het fladderende programma gegrepen had en de naast haar gezeten kaalschedelige heer. Diens schedel glom. Tussen de duizenden, dicht naast elkaar gezetene, aandachtvolle silhouetten en gekapte vrouwenhoofden en ook wel kaalhoofdige mannenkoppen, glom daar die verre schedel. Hij glom zowat op driekwart van de hellende afstand tussen de vierde rang en het lager toneel. Hij glom rond als een obsederende volle maan, verzonken tussen alle die omduisterde gedaanten, vrome achterkoppen en roerloze ruggen van aandacht. Hij glom als een doelpunt, als een doelwit. Hij glom wit, hij plonk. De jonge toerist ergerde zich om zijn vreemde, hemzelf lastige afgetrokkenheid en dwong zich zijn aandacht aan Hoending te schenken. Hij genoot daarna zeer van het Liebeslied, van die glanzende tenorstem die zong van liefde en binnenstromende lente. Thank you.
ginds kon hij niet meer vergeten en zich niet meer onzienbaar maken. Telkens schuinde zijn afgeleide blik naar de schedel die in de schemering der zaal scheen te glanzen, nu als een immense biljartbal. Een beweging van ongeduld en ergernis om zichzelf schokte de jonge man. Tegelijkertijd greep hij de binokkel in snelle angst dat het ding vallen zou. En de binokkel viel niet. En de handen van de jonge man omklemden de kijker steviger dan nodig was en richtte hem op Siegmund en Sieglinde. Toen was het. Of hij zich niet zou kunnen bedwingen. Of iets hem krachtig, imperatief dwong de kijker te slingeren, hoog door de afgrond der zaal, mikkende op die lokkende bol, die reuze biljartbal, het blinkende doelwit daar ginds in de diepte, op 3/4 afstand van de helling tussen hem en het toneel. In hevige reactie van weerstreving wierp hij zich achterover en wist de kijker bevende nog neer te zetten. Het was bijna te veel voor hem om dat te doen. Toen drukte hij zich de armen tegen het lijf om de kijker niet te grijpen en niet te slingeren naar dat ronde doel dat daar blonk. Zijn buurvrouw zag hem snel aan van terzijde. Haar beweging scheen hem een moederlijke redding. "Ik vraag u pardon," mompelde hij, bleek en half gek. "Ik voel mij niet wel. Ik voel mij heel ziek. Als ik u even storen mag, zou ik weg willen gaan." Het was op het einde der eerste acte. Hij stond op, bevende, maar geruisloos stipte hij langs de knieën der 5-6 personen die hem scheiden van de hoek der rij. "U vergeet uw binokkel," fluisterde nog de buurvrouw. "Laat maar, mevrouw. Ik kom straks terug, hoop ik." Hij strompelde een paar treden op en af. Er werd met boze stem "Sst!" gesist. Schoof het gordijn dicht, lichtte de zaal op, klonk er applaus. Opzettelijk had hij de binokkel daar gelaten, bang voor het ding. Nu, in de pauze, herwon hij zich. Hoe dwaas was hij toch geweest? In de nu lichte zaal kwam hem de obsessie van zo even voor, als een zotheid, als een flauwiteit, aan wier ongemotiveerde drang hij immers nooit had toegegeven. Hij was toch niet gek om zijn binokkel de zaal in te slingeren? Kom, hij zou die dolle ingeving nu te boven komen. En niet met niet meer dan een heel klein beetje wilskracht en redelijkheid. En hij had honger en ging aan het buffet een broodje eten met een glas bier. Dat zou hem bedaren na die malligheid van zo even. Toen de tweede acte begon, toen de zaal duisterde, meende hij echter, wat hem doorschokt had, was een soort diepteduizeling geweest. En wat de Fransen noemen vertige de l'abîme. Al had hij geen drang gevoeld zichzelf neer te storten. Hij deed misschien beter niet meer zo vooraan op die eerste rij, zo hoog boven de afgrond der zaal te gaan zitten. Nee, hij deed beter hier achter in de doorgang te blijven staan. Want al was de obsessie malligheid geweest, ze mocht hem ginds op die plaats weer opnieuw overvallen. En zo zou zijn genot in de muziek niet onverdeeld zijn. Hij bleef staan. Ginds bleef zijn plaats onbezet en de twee torentjes van zijn zwarte kijker verhieven zich sarcastisch, maar ongevaarlijk, op de brede richel voor zijn lege stoel. Maar als hij zich rekte op de tenen, kon hij in de zaal juist nog de blanke schedelbol zien die als een doelwit blonk. Hij haalde geërgerd de schouders op, smakte met de tong zijn ergernis weg, luisterde toen aandachtig naar Brunhildes juichkreten bovenop de rots waar zij verschenen was. En werd kalmer en genoot.
De Feuerzauber overweldigde hem heerlijk en zijn zuiver genot bracht hem geheel in evenwicht. Toch meende hij, toen de opera uit was, nooit meer op de eerste rij van de vierde rang plaats te nemen. In alle gevallen nooit meer met zo'n grote kijker voor zich. En tevens de kijker, die hem in handen zo vreemd gewogen had, en hem misschien met de diepte samen, en om dat dwaze doelwit naar ginds, die dolle obsessie had ingegeven, niet mee te nemen. Hem daar te laten staan met zijn twee zwarte torentjes op de brede richel, tegen de eilte van de beneden en overal leegvloeiende zaal. En vluchtte hij als de trappen af, bang dat iemand hem na zou roepen dat hij zijn binokkel vergat. Het was toen na 5 jaren. Hij was wel geslaagd in zijn carrière. Hij was getrouwd. Hij had kleine reisjes gedaan, des zomers, des winters, voor zijn werk en voor vakantie. Hij was niet meer in Dresden geweest, maar dit jaar kwam hij er toevallig. In de vroege herfst, als de parken er staan, in goudbladerendos. De affiches der opera kondigden een serie voorstellingen aan van De Ring des Nibelungen. Die avond gaf men De Waalkuur. Hij herinnerde zich de mooie voorstelling van 5 jaren her. De herinnering aan zijn obsessie was in hem verflauwd tot niet meer dan de vaagste heugenis om een duizeling van diepte. Maar waarom hij sedert wel eens geglimlacht had en de schouders opgehaald. Zeker, hij zou De Waalkuren die avond weer gaan horen. Maar aan de kas zeide men hem dat de zaal was uitverkocht. Het speet hem. Hij wendde zich af, toen juist iemand naderde en de bureaulist mededeelde dat hij zijn plaats, besproken op de eerste rij, vierde rang, die avond beschikbaar stelde. Hij was verhinderd te komen. Gretig nam de jonge man de plaats over en vroeg zich af waar hij dit onbehaaglijke vogelgezicht meer had gezien. Kom, het was wel weer de eerste rij van die hoge vierde rang, maar nu zou hij niet duizelig worden en zich door geen dwaze inval van streek laten brengen. Trouwens, hij zou geen binokkel zelfs meenemen. Hij had er geen bij zich en er een kopen zou hij niet. Hij ging die avond wat laat. De zaal was reeds duister en vol. De muziek was begonnen. Hij aarzelde de toehoorders op zijn rij te storen, maar de ouvreuse meende dat hij zijn plaats langs slechts 4 toehoorders nog heel goed bereiken kon. Hij schuifelde dus voort langs hun knieën, verontschuldiging mompelend, en zette zich. Toen de ouvreuse zich fluisterend tot hem boog en een grote binokkel reikend vroeg: wilt u misschien een kijker huren voor 1 mark? Hij meende sarcasme in haar stem te horen, schrikte en keek naar de kijker die zij hem bood. Het was zijn kijker, van 5 jaren her, hier gelaten, nooit gereclameerd, niet naar het politiebureau gebracht en steeds door de ouvreuse verhuurd, zo haar dit lukte. Het was zijn kijker. Voor hij had kunnen weigeren, had hij onweerstaanbaar het ding gegrepen. Boze stemmen riepen sst. En reeds trok zich de ouvreuse terug, hem wenkende dat hij straks wel betalen zou. Toen gebeurde het dat in het midden van Siegmund en Sieglindes duo, boven op de eerste rij van de vierde rang, iemand zich schreeuwend wrong of een aanval van vallende ziekte hem overviel. Of hij worstelde met een macht sterker dan hij. En door de uit haar vrome aandacht opgeschrikte zaal slingerde een hand, een zwaar voorwerp de ruimte door, dat als een steen met ronde bocht stortte in de afgrond en brulde beneden, waarnaast een duivengrijze dame, een kaalschedelige heer zat, een
ander. Een schoon nooit gemikt of opgemerkt, noodlottig getroffene zijn leven uit, terwijl de hersens spatten. Dank Daan van de Velde voor de prachtige leitmotieven. En Simon Mulder hier aan tafel. Wauw. Ja. Wat heerlijk. Jullie hebben een Couperus trilogie gemaakt. Dit is niet het enige wat jullie opvoeren. Hoe kwamen jullie daarbij? Ja, we hebben een paar jaar geleden met mijn collectief, het Feest der Poëzie, een voorstelling over Louis Couperus gemaakt. Met voordracht en muziek uit de boeken van Couperus. Inderdaad ook deze nieuwe compositie vandaan. En toen het Couperusjaar eraan kwam, ik zat ik al een tijdje in de redactie van Arabesque, het blad van het Louis Couperus Genootschap. En ik ben gevraagd om voorzitter te worden halverwege dit jaar. En nou ja, er kwam dus inderdaad van alle kanten de verantwoording en druk op me om flink uit te pakken dit Couperusjaar. We hebben onze voorstelling dus is op tournee geweest door het land. En in Amsterdam hebben we inderdaad eind november een wat grotere versie gebracht. Met niet alleen muziek en voordracht, maar ook tableau vivants, lezingen door Bas Heijnen en zelfs een heuse Couperus cocktail. Oh. Wauw. Wat heerlijk dat wij er ook nog even van mogen meegenieten. Inge, moet ik nou de binocle of de binocle zeggen? Wat is de? Ik hou een beetje de uitspraak aan van mijn grote voorganger, de voordrachtskunstenaar Albert Vogel junior. Met een stevig Wassenaars accent is het binocle. Okay. Maar binocle is misschien ook wel goed. Oké, okay, nou dan houd ik het daarbij, geloof ik. De binocle, Inge, ik heb begrepen dat dat een van jouw lievelingsverhalen is. Wat maakt het zo goed? Ja, nou, ja, dat heb je net gehoord. Het is fantastisch, want het is natuurlijk ontzettend grappig. En wat jij al zei, er zit eigenlijk inderdaad heel veel in van wat Couperus zo'n geweldige schrijver maakt. Denk ik, het is natuurlijk een beetje grotesk wat er uiteindelijk gebeurt. Maar het is toch ook wel, denk ik, veelzeggend over de mens, zeg maar. De psychologie daarachter. De duistere... Het is natuurlijk een pathologisch personage, mag ik het zo noemen? Jij bent een professional, mag ik het zo noemen? Nee, zo bedoel ik het niet hoor, maar nee, helemaal niet. Maar ja, pathologisch, ja en nee. En aan de andere kant denk ik natuurlijk wat hij doet uiteindelijk is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk niet alledaags gelukkig. Maar nee. Ik denk dat iedereen wel iets herkent van toch dat je soms bepaalde neigingen hebt. De aandrang. Ja, die je dan gelukkig onderdrukt. Maar het is denk ik ook uiteindelijk gewoon een mens, zeg maar. Ja, ja, zeker. Die alleen dan nu wel overgaat tot actie, wat de meeste mensen niet doen. Ja. Simon, wat vind jij, wat blijft jou boeien aan dit personage om dit voor te lezen? Dit personage, ja. Het is geweldig dat Couperus eigenlijk in één zin, in de beginzin, somt hij allemaal eigenschappen op, losjes achter elkaar. Tropisch. Zeer zachtzinnig, trots zijn tropisch bloed. het is fantastisch hoe Couperus inderdaad als psycholoog optreedt hier. En in een paar ruwe schetsen een heel geloofwaardig en rijk personage kan neerzetten. Want Inge, representatief was hij? Was zijn psychologisch inzicht uitzonderlijk? Of wat voor manier werd er in zijn tijd gedacht over psychologie? Is dat? Daar vraag je wat. Nou ja, deels is het natuurlijk de tijd van de psychoanalyse. Ik weet niet in hoeverre hij daar veel over heeft gelezen of door beïnvloed is geraakt, daar heb ik geen idee van. Maar het hele Freudiaanse verhaal, dat speelt natuurlijk wel deels ook in de periode waarin hij leefde. Ja. Dus dat gaat natuurlijk heel erg over het verdringingsmechanisme, de driften in de mens die we zoveel mogelijk verdringen en die stammen van... uit de vroege kindertijd. Ja, en ook wel. Hij omschrijft natuurlijk ook wel vaak personages die, zoals je net zei, de meeste mensen onderdrukken het, maar die wel zoiets doen.
Waarom blijft dat fascineren? Nou ja, je geeft het antwoord zelf al. Niks lekkerder dan iets wat je moet onderdrukken van jezelf, waar je opeens het beest in los kan laten. En het is natuurlijk ook zo. Kijk, literatuur is altijd een experimenteerterrein. Het is een oefenterrein voor alle dingen waar we ons dood voor schamen. De dingen die we misschien stiekem zouden willen doen. Zoals zo'n toneelkijker lekker naar beneden smijten. Naar een soort lambiekvormige schedel die er gewoon simpelweg om vraagt. Dus het is ook gewoon een beetje kijken van. En het is ook een beetje zo'n doet hij het of doet hij het niet moment, dat het natuurlijk heerlijk maakt. Ja, zeker. Simon, jij doet je verhoudt je in allemaal verschillende hoedanigheden tot Couperus. Je bent ook voorzitter van het Couperus-gezelschap. Wat beogen jullie? Ja. Met het Couperus-genootschap hebben we een heel eenvoudige taak. Namelijk inderdaad het promoten en levend houden van het erfgoed van Couperus. Dat doen we door middel van onze jaarlijkse genootschapsdag met lezingen, voordrachten, muziek en andere onderdelen. En dit Couperusjaar hebben we natuurlijk extra uitgepakt. Maar we hopen die aandacht vast te houden om Couperus nog meer onder de aandacht te blijven houden. Ja, en het blijft een soort van. Je bent ook. Even kijken hoor, waar ben ik? Mag ik ondertussen nog zeker. Heel even wat vragen? Mm-hmm. Over Couperus levend houden. Ik vroeg het ook al aan Ellen, want je natuurlijk ook veel middelbare scholen komt. In hoeverre wordt hij nou nog ooit gelezen door jonge, echt jonge mensen op scholen en zo? Weet jij dat? Het gebeurt wel. Ja? Ja, het hangt vaak af van de docent in kwestie. Ja. Maar ik was bijvoorbeeld inderdaad een paar maanden geleden. De betreffende docent Nederlandstiek zit ook hier in de zaal. Oh. Bij het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Ja. Waar inderdaad hele klassen hadden noodlot gelezen. Oh. En daarna hadden ze ons uitgenodigd om onze Couperus-voorstelling te geven. Nou, wow. Wat een geweldig initiatief was. Wat goed. Ja, zeker. Cool. Maar dan kunnen ze zich ook door die oude taal heen worstelen. Met de nodige klassikale hulp, denk ik, dat het inderdaad wel. Wat goed. Ja, dat is wel mooi om te horen. En natuurlijk met de hertalingen. Dat scheelt natuurlijk. Ja, allerlei soorten dingen buiten het boek erbij halen. Dat helpt natuurlijk altijd. Ja. Oh, mooi. Ja. In het Couperus Museum heeft momenteel een tentoonstelling. Dat gaat helaas sluiten, heb ik begrepen, het museum. Tenzij er een mecenas op staat. Dus bij deze de oproep. Jongens. Hebt u nog 50.000 euro per jaar over, dan meldt u zich bij het Couperus Museum. Oh, ja. Dat bij deze nog. Ja, maar dat is ook op dit moment hebben ze een tentoonstelling waar Couperus wordt aangeprezen als non-binair persoon avant la lettre. Is dit ook een handreiking aan de huidige tijd om het proberen hem voor jongere generaties makkelijker aan hem, mensen zich makkelijker aan hem kunnen relateren? Of is dat een zinnige manier om hem zo te presenteren? Ja, ik denk het wel. Onze zusterorganisatie, het museum, heeft dus toch wel voor het doen van Couperus Museum een spectaculaire tentoonstelling gemaakt. Ik zou zeggen, ga er nog heen zolang het kan. Inderdaad, tot eind deze maand. En daarin wordt niet inderdaad gewoon een aantal boeken in een vitrine gelegd, maar kun je inderdaad door installaties daadwerkelijk meemaken wat die verschillende queer kanten van Couperus en Couperus personages waren. En het aardige van Couperus is, het is natuurlijk zo breed zijn oeuvre. Het beslaat zo vreselijk veel versoorte mensen komen erin voor. Dat ook dit niet alleen biografisch interessant is, maar ook als je kijkt naar de personages die zijn romans bevolken. Er zijn heel veel aan te treffen. Inderdaad, in de Berg van Licht, Heliogabalus, het zou je kunnen zeggen, het non-binaire kindkeizertje. Daarnaast allerlei afwijkingen inderdaad van alle soorten in zijn romans te vinden. En bij hem natuurlijk ook de vraag, was hij zelf inderdaad homoseksueel of nog iets anders op het spectrum? Het is een fascinerende vraag en een van de vele blikken die je op Couperus kan werpen. Ja, want Ellen, hoe zie je dat terug, aspect van gender of seksualiteit? Hoe
Zie jij dat in zijn werk? Nou, als je kijkt naar gender bijvoorbeeld, hè, in zijn Haagse romans zie je heel erg hoe je geketend bent door je geslacht. Zowel de mannen als de vrouwen. Van mannen wordt een bepaald soort karakter verwacht, een bepaald soort handelen. Lang niet alle mannelijke personages zijn daar blij mee. Bij de vrouwelijke personages net zo. Er wordt geslutshamed bij het leven. Als je kijkt naar inderdaad de antieke romans, ook Iskander, Berg van Licht, daar is dat veel meer fluïde. Er zijn ook mensen die daar een autobiografische duiding in zien. Die denken van ja, dit is toch een beetje zijn homoseksuele kant. Of ja, er zijn ook mensen die hebben gesteld dat hij aseksueel was. Nou ja, het boeit verder ook niet, want voor mij maakt het geen verschil op het werk. Maar zeker bijvoorbeeld in de Berg van Licht, waar het totaal niet wordt geproblematiseerd dat op een gegeven moment hij een echtgenoot wil nemen. Ja, dat was toch zijn tijd best wel vooruit. En ik kan me wel indenken dat jongeren, zeker in deze tijd waarin de homorechten en LGBTQ-rechten bijzonder weer onder druk aan te staan zijn, het misschien wel echt heel fijn vinden om een boek te lezen waar het totaal geen probleem is. Kijk, het grote probleem van Berg van Licht is niet gender of gelijkwaardigheid van queer, maar populisme. En ik denk dat dat in deze tijd ook een veel groter gevaar is dan wat voor geaardheid dan ook. Ja. Het personage, de massa, is eigenlijk de menigte. Het allerengste personage daarin. Ja, dat is totaal een gruwel. Is het een antwoord op je vraag? Want ik heb nog een beetje een toch, jetlag. Ja, nee, okay, toch wel. Ja. Nee, ik moest even terugdenken helemaal aan het begin van het gesprek. Ja. Dat je zei dat het niet per se heel politiek werk is. Maar dat klinkt toch wel als populisme toch wel ook politiek. Ja, ja, nou, hij toont meer dan dat hij pamfletistisch is in zijn romans. Ja, Ilse. Heb jij... Inge, sorry. is gender een aspect wat jij als belangrijk merkt in zijn werk? Nou ja, het valt wel op natuurlijk. Maar het is niet iets wat mij nou in eerste instantie getrokken heeft, zeg maar, tot zijn werk. Het maakt het wel bijzonder, denk ik. Tenminste, vooral werk uit die tijd. Maar... het is niet inderdaad iets wat mij in eerste instantie het meeste... Nee. En welk... Als je nog één... Nou, dan gaan we zo meteen naar vragen uit de zaal. Is er nog één een soort thema waar jij wel voor hem steeds naar hem terugkeert? Een thema? Nou, misschien toch wel... Ja, dat sluit ook wel een beetje aan met wat ik eerder al zei. Maar toch wel de manier waarop hij beschrijft dat mensen ook ervaren dat ze hun eigen ziel als iets geheimzinnigs ervaren of zo. Want ik vind wel, omdat ik natuurlijk inderdaad eigenlijk twee beroepen probeer te combineren. En in mijn werk als forensisch psycholoog. Of sowieso in de psychologie en psychiatrie vind ik het soms best wel een gemis dat het tegenwoordig heel erg gemedicaliseerd wordt en heel erg geobjectiveerd. En dat, dat we soms bijna doen als van ja, alles wetenschappelijk te onderzoeken is. En alsof je mensen helemaal zo uiteen kan rafelen. Volgens mij is dat niet zo. En dan mis je wel soms juist inderdaad dat ongrijpbare wat er gewoon is. En dat in literatuur vind je daar sowieso veel toch meer... ontrafelt hij toch ook wel echt heel erg. Hij kruipt ook echt wel onder de huid van mensen. Ja, wel, maar ook dat is toch vooral beschrijvend dan dat hij er een soort typologie van maakt of dat het heel duidelijk wordt in zijn boek van oh, dit komt daardoor of mensen begrijpen zelf vaak ook niet precies waar bepaalde opwellingen vandaan komen of dat ze een bepaald gevoel willen, maar dat lukt dan niet of zo. En ik vind dat eigenlijk meer recht doen aan hoe mensen in elkaar zitten dan welk psychologieboek dan ook. En dat geldt überhaupt wel voor literatuur natuurlijk. Maar ja, dat vind ik hem dan zo sterk in dat ik toch wel geneigd ben om te zeggen dat dat iets is wat men dan toch steeds weer terug doet grijpen. Ja. En wat we dus de komende 100 jaar ook nog weer onder de aandacht moeten blijven brengen. Ik ga naar de zaal. Zijn er vragen? Is er iemand vragen aan de sprekers hier? Achterin. Ja, maar voor de livestream is het makkelijk. En een jong iemand ook, dus dat biedt hoop.
waarschijnlijk een van de jongsten in de zaal. Ellen, ik weet dat je in Indonesië bent geweest de afgelopen tijd, naar les hebt gegeven. Yeah. Ik lees al je columns. Dus dank je. Vandaar. en ik vroeg me af of je het daar ook over Couperus' boek hebt gehad en hoe de studenten daar aankijken, ook bijvoorbeeld tegen zijn boek van De Stille Kracht. Ja, hoe zien ze dat? Ja, oké, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb ze vooral poëzieles gegeven. En ik heb het met hen ook gehad over wat ze eigenlijk lezen aan Nederlandse literatuur. En dat is zo goed als niks. Dat is echt, dat is heel verdrietig. Maar Nederlands is zeker voor de jaarrichting. Ik gaf een tweedejaarsles. Het is gewoon nog te moeilijk om een hele roman in te bevatten. Wat natuurlijk doodzonde is. Het is wel zo dat zij met het laatste jaar zijn ze bezig geweest met het vertalen van Jaguarman. Wat dan van Raoul de Jong, wat ik dan weer in het kader van het koloniale een heel interessant boek vind. Maar nee, het Couperus, nein. Zonde. Het is wel zo dat dat de Stille Kracht breed uitvertaald is en overal verkrijgbaar is. Dus dat is heel erg hoopgevend. Maar voor ik hier Homerisch ga uitweiden, er zit een heel groot verschil in tussen hoe wij Nederlanders kijken naar de koloniale verleden. Wij kijken met schaamte, wat als een deel kijkt met schaamte. In Indonesië is het vreemd genoeg momenteel. Je hebt een kleine groep die dat kritisch is, maar een veel grotere groep, zeker onder jongeren, die het een beetje nostalgische, grappige tijd vinden. Ze hebben daar nu een hele populaire franchise, het VOC-café. Ze vinden het grappig om met z'n allen zuurkool te gaan eten, stamppot te gaan eten, alsof er niks ergs is gebeurd. Ik was vorige week in Bandung bij een art gallery, waar twee jonge kunstenaars zeiden, ja, maar weet je, het is allemaal ook overdreven, die koloniale tijd. We waren eigenlijk vrienden, de Javanen en de Nederlanders. En dit is een van de redenen dat ik dus ook met de vakgroep Nederlands daar heb gepraat. Dus van, we moeten wel echt iets meer, bijvoorbeeld Couperus, in het curriculum terug gaan kijken. Dus een heel lang verhaal op een hele korte vraag. Nee. Nog een vraag. Ja. Sophie? Ik zag hier ook iemand. Awkward. Misschien een beetje een grote vraag, maar ik ben wel benieuwd hoe jullie aankijken tegen het lot. Oh. Nou, daar ga ik voor zitten. Ja, dat vind ik een hele goeie. Oké. Oké. Ik ben wat dat betreft een Couperiaan in hart en nieren. Ik heb het idee dat we zo weinig grip hebben. En ik heb ook het idee dat er chaos alom is om ons heen. En dat wij er toch, ja. Kijk, je weet het natuurlijk niet. Maar ik durf niet te stellen dat er een groter plan is dat vastgelegd is. We zullen vast wel een beetje grip hebben en de krachten om ons heen. Maar nee, deze afschuwelijke vraag beantwoord ik hiermee. Gelukkig heeft Inge Schilpenoort hier altijd een fantastisch. Ik heb het er net nog over gehad. Of die heeft lotsbestemming. Het lot. Ja, heb je even? Ja. Nee, helemaal niet. Nee, nou ja, nee, ik geloof ook inderdaad niet dat we heel erg veel greep hebben. Maar een noodlot in de zin van dat vast ligt en dat je daar een soort van op afstevend, geloof ik eigenlijk ook niet zo. Maar in je roman Muithond omschrijf je een pedoseksuele man die worstelt daarmee, maar daar ook wel aan gebonden is, aan zijn geaardheid. Ja, precies. Ja, dus dat. Ja, maar ik vind het ook zo'n moeilijk concept, lot. Dat kan allerlei oorzaken hebben natuurlijk. Ja, als je het zo bekijkt, dan is dat inderdaad zijn lot. Ja, dat. Maar ja, om daar in een algemene zin. Simon. Het wordt verlossende antwoord. Je ziet er ook uit alsof je gewoon uit de 19e eeuw. Of dat je gewoon, weet je wel, of een cosplay-event van de 19e eeuw komt weggelopen. Maar hoe zit het met jou? Ja, nou ja, ik sluit me wel bij je aan bij het Couperiaanse idee. Dat er, nou ja, het is natuurlijk ook zo, dat heeft iedereen hier ervaren. Er overkomen ons dingen waar we niks aan kunnen doen. En er zijn maar weinig dingen waar we echt grote invloed op hebben. Couperus zegt het volgens mij in zijn intieme impressies ergens. Wij zijn maar kleine mensen, we kunnen maar kleine dingen. Ons leven hangt aan elkaar van een beetje regen en natte voeten. En er zijn ook kleine dingen die ons weer verdrietig maken. Of boos, of blij. En
waar we wel controle over hebben, of in ieder geval waar we iets van positiviteit mee in het leven kunnen brengen, is dan inderdaad, zoals je al noemde, Ellen, de schoonheid. Yeah. Die tilt ons op en daar moeten we niet te ver in gaan. En dan inderdaad, zoals Bas Heijnen zegt, een ingebeeld leven gaan leiden. Daar schreef je ook een prachtig kort verhaal over, het verbeelde leven. Over een zwerver in Nice die zich helemaal daarin heeft verloren en denkt dat hij in een villa woont met een prachtige vrouw. Maar ja, dus dat is het, denk ik. Je neerleggen bij het onvermijdelijke. En in de kleine dingen de schoonheid proberen te vinden. Konden de persen... Maar is dat onvermijdelijke dan... hangt dat niet soms ook gewoon van toevalligheden aan elkaar? Ja. Ja. Maar dat wil je dan met het lot? Is even onvermijdelijk als dingen die wel de bedoeling waren, denk ik. Ik associeer noodlot dan ook heel erg met iets wat juist dan wel vast zou liggen en waar je een soort van blind op afstevend. Mm-hmm. Maar... Dat is misschien dat naturalistische, misschien van de vroegere couperus. Ja. Dat je inderdaad door rasmilieu en wat was de derde? Roman. Precies. Ja. Inderdaad veroordeeld bent tot een bepaald einde. Meestal onprettig. Ja. Ja. Konden de personages van Couperus zelf van schoonheid genieten? Ja, dat denk ik absoluut, wel, ja. Absoluut. Maar af en toe gingen ze erin zwelgen, zoals bijvoorbeeld Eline Veren. En dan gaat het mis. Maar je hebt wat ik een heel interessant personage vind, is natuurlijk Leonie van Oudijk uit De Stille Kracht. Op een gegeven moment wordt beschreven dat zij dan tijdens de siesta in haar boudoir op haar bed ligt. En dan zijn er allemaal van die schilderijtjes met cherubijntjes erop. En dan beschrijft hij het van... Ze kijkt ernaar en ze laat zich er een beetje in meeslepen, maar ze houdt zich net op tijd weer tegen. Dus dat is een vrouw die bandeloos is, maar wel berekenend bandeloos. En ik denk dat we dat allemaal moeten zijn met betrekking tot de kunst. Zijn er nog vragen? Anders dan denk ik dat dit een heel mooi slotwoord is. Ja, berekenend bandeloos. En dat we dat vandaag ook zeker gedaan hebben door te genieten van de kunst. Ja, fantastisch. En daarover te praten. En dat kunnen jullie ook nog verder doen, want Ellen heeft het al gezegd. Ja. Het uitgeverij Het Moed bracht een bijzondere heruitgave uit van Extase. Met nog niet eerder gepubliceerde afbeelding van Karel de René tot Babberich. En die heeft hij speciaal gemaakt voor deze uitgave. En een heel mooi voorwoord van Bas Heijnen staat erin. Ook nog. Allemaal dingen om van te genieten. Ja. En om te kopen hier bij ons om de hoek. Dank jullie wel heel erg voor jullie aanwezigheid. Dank je. En tot de volgende keer. Dank je wel.